Joey, deze ochtend heb je binnen getraind. Ging het goed? Ja, het ging goed binnen. Nog een beetje herstellende van de afgelopen wedstrijd, maar het ging binnen goed. Oké, want voor jou is 2021 ook redelijk teleurstellend begonnen. Nog niet meteen fit. Hoe kijk je terug naar de eerste wedstrijd dat je wel weer bij was? De eerste wedstrijd dat ik er wel weer bij was, ging op zich, was voor mij fijn om weer erbij te zitten. En om weer wedstrijdminuten te kunnen maken. Om weer volledig fit te kunnen geraken. En voor mij was het sowieso gewoon weer fijn om op het veld te staan en minuten te kunnen maken. Ja, want veel mensen rondom de club waren verheugd dat jij weer terug was. Ligt er ook extra veel druk op jou dan? Ik denk het niet. Ik haal die druk bij mezelf wel weg. Ik weet dat ik hier belangrijk kan en moet zijn eigenlijk, maar ik ervaar niet zoveel druk hier als ik in het veld sta. Dus ik probeer gewoon op mezelf te focussen en op mijn kwaliteit en dan moet het goed komen. Want hoe kijk je zelf terug naar de afgelopen wedstrijd? Afgelopen wedstrijden als team denk ik dat we minder hebben gepresteerd dan de periode daarvoor. Ik denk de laatste wedstrijden we weinig punten hebben gepakt. Ik denk dat het beter moet en persoonlijk denk ik heb ik ook niet iedere wedstrijd mee kunnen doen omdat ik toch niet helemaal fit was. En ik moet zorgen dat ik echt weer helemaal fit word zodat ik een reeks kan neerzetten. Ja, want je hebt vrijdag dus maandag weer 90 minuten mee kunnen doen. Op hoeveel procent van fitheid zit je op dit moment? Ja, op zich als ik aan de wedstrijd begin ben ik gewoon 100% fit, maar het is tot nu toe nog iedere keer de vraag hoe lang hou ik het. Meestal heb ik gewoon contact met de zijkant, hoe lang ik het volhou. De bedoeling is dat ik gewoon zo lang mogelijk blijf staan en dat is gewoon per week nog even aankijken. En ik hoop gewoon dat ik dadelijk gewoon helemaal vrij kan zijn, zodat ik daar niet meer over hoef na te denken. Ja, een vol programma direct na de winterstop. Korte winterstop ook gehad. Heeft dat ook fysiek voor jou gevolgen gehad, dat je minder rust hebt kunnen nemen? We hebben natuurlijk veel wedstrijden gehad. Ik merk wel dat ik door de week gewoon op zich redelijk fit ben. Maar meestal na een wedstrijd merk ik dat ik toch wel wat iets langere hersteltijd nodig heb om weer fit te raken voor de volgende wedstrijd. Dus meestal begin van de week heb ik toch wel iets langer nodig om weer aan te sluiten. En waar voel je dat dan aan? Als je nog wat langer tijd nodig hebt? Ja, gewoon puur de pijn op de plek waar ik dan ongemak heb. Aan de zijkant van mijn knie, dan voel ik toch dat het iets langere tijd nodig heeft voordat het weer weg is. Oké, en als we dan vooruitkijken, ja, periode 3 is alweer eventjes onderweg. Een lastige periode met veel sterke tegenstanders. Hoe kijk jij naar deze periode? Ja, we zijn de periode niet goed begonnen, maar ik denk dat we gewoon van wedstrijd naar wedstrijd moeten kijken en iedere wedstrijd op zich moeten benaderen. En we moeten gewoon zorgen dat we toch punten gaan pakken in deze periode. En ik denk, daarna komt ook periode 4 en ik denk dat we daar heel sterk voor de dag moeten komen. Ja, dan maandag Jong AZ, een wedstrijd waarin we de 3 punten moeten pakken als we aan willen blijven haken voor de play-offs. Wat voor ploeg is dat AZ? Hoe kijk je daarnaar? Ja, het zijn allemaal jonge jongens die gewoon aan de bal wel goed kunnen voetballen, maar is nog niet echt vaak op hoog niveau hebben gespeeld. Dus we moeten gewoon fel tegen ze spelen, kort zitten in de duels en ons eigen spel spelen. Want wij kunnen ook goed voetballen, maar dat moeten we wel laten zien. En dan moeten we die wedstrijd gaan winnen. Ja, want hoe bereid jij jezelf voor op zo'n wedstrijd? Heb jij een ander schema dan andere spelers bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk niet. Gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Ja, begin van de week zeg ik, heb ik iets langer nodig. Dus heb ik wel eens dat ik een dag binnen train in plaats van buiten. Maar richting het einde van de week moet ik gewoon hetzelfde programma volgen als iedereen. En dan moet ik gewoon kunnen staan.